Een hele goede morgen vanuit mijn Minecraft Survival. Het is weer een nieuwe dag en ik ga heel eerlijk met jullie zijn. Ik heb echt mega, maar dan ook echt mega slecht geslapen. Door natuurlijk de ruzie die ik met Lotte heb gehad. Want als je de vorige aflevering niet hebt gezien, ik heb letterlijk Lotte's dak, oftewel huis, in de brand gestoken. En Lotte is weggerend en is volgens mij gaan verhuizen. Dus ik heb best wel slecht geslapen, maar we gaan in ieder geval een nieuwe dag starten. Want ik wil echt een build gaan doen, zo wil ik een nieuwe farm gaan maken. En ja, misschien dat ik nog wel even Lotte's dakje van het huis ga maken om weer te repareren. Op de hoop dat ze mij een beetje vergeven. Want misschien was ik wel iets te gemeen gisteren tegen haar. Maar we gaan een nieuwe dag beginnen. En voor de dingen die ik nodig heb voor de farm is in principe super veel hout. Want ik wil dus een farm gaan maken. Ik wil wat diertjes hebben, zodat ik uiteindelijk genoeg eten heb. En voor de rest zie ik, nee, gewoon helemaal niks. Dus laten we meteen op pad gaan om natuurlijk wat hout te hakken. En zo ziet Lotte's huisje er tot nu toe uit zonder dak. Hey, ik voelde me best wel schuldig. Misschien was ik iets te gemeen. Maar het was natuurlijk wel terecht omdat ze mijn spullen had gestolen. Maar in ieder geval laten we gewoon lekker doorgaan. Wij hebben heel wat hout nodig. En dat gaan we dus als eerste doen. Want ik moet heel wat fences kunnen maken. En daarvoor hebben we natuurlijk sticks nodig. Maar ook gewoon planks. Dus even dit erbij en dit. En dan hebben we nu 30 logs. Nou, dat vind ik een goed begin voor de farm. Want hier komen we wel een groot eind mee. Ik denk dat ik het aan deze kant ga maken waar nu de hooibalen staat. Want ik denk dat hier nog wel wat extra ruimte is. We hebben nog bijna een stack. Dirt, dus dat is heel fijn. En even kijken, dus dan halen we dit even weg. En dan gaan we alles even vol plaatsen met een beetje dirt. Een klein beetje uitbreiden. En die plantjes daarop, dat vind ik ook heel naar. Dus dit doen we een klein beetje ook. Even daar, kijk. En dan breiden we dit helemaal uit het stuk. Zodat we in ieder geval wat extra ruimte hebben voor een farm. Want dat is altijd wel fijn. Kijk, dan halen we dit ook allemaal weg. En dan gaan we hier een gigantische farm zometeen maken. Voor alle diertjes die natuurlijk naast mij komen wonen. Dan heb ik ook wat extra gezelschap. Kijk, Lotte had ook mijn gezelschap kunnen zijn. Maar Lotte, die moest ze nodig alles stelen. En daar hou ik niet zoveel van. Ik wil best wel dingen delen, maar stelen, daar doen we niet aan. Dus wij gaan lekker wat diertjes op dit plekje krijgen. Even kijken, dan doen we dit gewoon even hier. Ik wil wel alles gelijk met de grond, want anders ziet het er niet uit. Zo, en dan hebben we niet zoveel meer over. Dus dan doen we het hier nog. En dan doen we hier een beetje een klein opstapje of zo. Een beetje een uitbreiding. Dan hier, ho, hier ook. Al die plantjes daartussen, die zijn zo vervelend. Want die plaatsen alles op een andere plek dan wat ik wil. Kijk, dit is volgens mij best wel een aardig begin. En hier kunnen we denk ik wel wat mee. Want dan moeten we even deze weghalen. Deze hooibalen, die moeten even weg. We hebben natuurlijk de broodjes niet nodig. Maar het wheat kunnen we wel uiteindelijk goed gebruiken. Dus deze ga ik niet gebruiken voor mezelf. Maar deze ga ik gebruiken voor de diertjes. En laten we als eerste maar even beginnen met een paar pilaren. Even kijken, ik zit te denken. Wil ik hem rechtstreeks aan mijn huis vast hebben? Het is een voordeel, want... Maar er zit ook een nadeel aan. Want als het eraan vast zit, dan hebben we dus één geel. Het enige nadeel is dan dat ik een nieuw dak moet maken. Maar dat doen we dan later wel. Laten we in ieder geval het gewoon hier aan vastmaken. Dus we doen het denk ik. Ik had heel veel comments ook gezien dat ik mijn huisje 3 hoog moest doen. Dus als we dan toch het dak eraf halen uiteindelijk, dan doen we 3 hoog. Dus dan gaan we ook de farm 3 hoog maken. Maar wel continu 2 ertussen. Dan kunnen we namelijk hier een hokje maken. Dan kunnen we hier een hokje maken. Hier komt dan een hokje. En dan heb ik net een hokje te weinig. Maar laten we ervan uitgaan dat we niet alle dieren in één keer vinden. Dus dan laten we het tot nu toe even zo. Oh, deze moet je wel goed plaatsen Dennis, want anders komt het niet uit. Loopt het niet helemaal gelijk, dus die plaatsen we lekker hier. En dan daar moeten we er eentje hebben. Hier zo, kijk eens aan. En zo zie je maar weer dat je heel snel eigenlijk wel door je hout heen gaat. Ik bedoel, ik heb nog maar 15 oak logs. Daar kunnen we wel even wat planks van maken. En dan maak ik denk ik van, dit maak ik sticks. Dan heb ik 35 sticks. Ik heb wel even een crafting table nodig. Die hebben we natuurlijk gewoon in huis staan. En Dennis, waarom eet je niet? Je hebt genoeg eten bij je. Eet nou eens een keer. Dan ben je ook eens even vol hartjes. Kijk eens aan, we zijn weer helemaal vol hartjes. En dit is een probleem. Oh, we hebben hier nog wel de stone button. Dat is geen probleem, gelukkig maar. Ik raakte al bijna in paniek dat we geen stone button meer hadden, maar we kunnen gewoon het huisje in. En natuurlijk, degene waarom je je afvraagt, waarom heb je die stone button bij je, zodat Lotte niet in mijn huisje kan komen. Want Lotte had de vorige keer dus ingebroken. En dan hebben we hier ook fences. 27 stuks. Ik hoop dat dat voldoende is, maar ik ben er bang voor. Laten we de button voor nu maar even zitten, want die hoeven we niet elke keer mee te nemen. Kijk, dan kunnen we hier even zo de fences plaatsen. En dan moeten we dat ook aan deze kant doen, maar hier wil ik eigenlijk nog een pilaar tussen. Dat bedenk ik me net. Ik denk dat dat namelijk wel mooier is, want anders heb je echt één groot streep met fences. En hier wil ik natuurlijk de gates gaan
gaan maken. Dus dan wil ik het een beetje om en om gaan doen. En ik zit te twijfelen, of gaan we gewoon een dubbele gate maken overal? Ik denk dat het misschien ook wel vet kan zijn als we dat zo op die manier doen. Ik denk dat we daarvoor gaan. Ik denk dat het wel vet is als we gewoon twee gates doen. Dus waarom ik zoveel fences heb gemaakt, geen idee. Alhoewel, gaan we het hier ook doen? Misschien kunnen we dit dichtbouwen. Nee. Wacht, ik heb een ander idee. Ik weet iets leuks. Kijk, hier gaan we zo die hooibalen plaatsen. Een beetje een extra verhogingje. Zo, en dan hier ook. We hebben dit een beetje als muur misschien. Of is dat niet mooi? Ik weet het niet. Ik vind het wel cool uitzien op een of andere manier. Maar er komt hier natuurlijk ook fences. Dus dat is weer een nadeel. Nee, ik haal dit weg. Ik vind het niet helemaal mooi. Ik denk dat het meer zoiets in de hoek moeten doen ergens. Maar dat kunnen we wel hier doen bijvoorbeeld. Precies aan deze kant waar ik het over had. Dus dan doen we gewoon dit. En dan een beetje dit. En dan zo. En dan hier zoiets. En dan hier weer. En dan plaatsen we er hier nog eentje of zo. Zoiets. We moeten wel oppassen dat we het niet al te laag doen. Want anders kunnen de diertjes natuurlijk gewoon ontsnappen. En dat zou niet heel fijn zijn als dat gaat gebeuren. En het wordt ook alweer bijna donker. De dag gaat echt snel. Of nou ja, de dagen gaan echt snel. Oké, we hebben veel meer hout nodig. Maar we kunnen wel even heel snel wat gaan verzamelen, denk ik, hier nog. We hebben hier namelijk nog een boompje staan, zie ik. En daarna duiken we lekker het bedje in. En dan gaan we morgen in de ochtend meteen weer verder aan de farm. Dus wij duiken letterlijk lekker het bedje in. Dus ik zie jullie allemaal morgenochtend. Zo, de volgende ochtend is aangebroken. En we gaan meteen weer lekker verder aan onze farm waar we lekker hard mee bezig waren. Dus dit pakken we even op. Ik weet niet waarom dat er nog lag. Maar oké, laten we dit even weer terugplaatsen. We hebben ook torches nodig uiteindelijk. Genoeg verlichting voor in het huisje. We hebben volgens mij geen kool. Dat is wel een probleem. Dit kunnen we trouwens wel alvast een stukje dichtbouwen. Zo. En dan wil ik hier eigenlijk ook weer een pilaar hebben. Dus dan hier precies hetzelfde. Kijk, dit bouwen we ook dicht. Dus 3 pilaren nog. En we hebben wel gisteravond nog snel wat hout gehakt. Dus dit kunnen we hier plaatsen zo. En dan daarop. En dan daarop. En dan hebben we precies genoeg hiervoor. En dan precies genoeg hiervoor. Kijk eens aan. Dat is al een heel stuk. En een heel gedoe. Dat is al minder. Hier is namelijk een hokje. Ze zijn tot nu toe een beetje krap. Maar dat wordt uiteindelijk allemaal groter. Ik denk niet dat ik veel diertjes ga hebben op het begin. We moeten ze eerst nog vinden namelijk. Maar eerlijk is eerlijk. Dit is een goed begin. Ik vind het tenminste hartstikke mooi. Maar ik wil wel even wat extra oak planks verzamelen. Want die heb ik nodig. Heb ik een lead bij me? Ja, ik heb zeker een lead bij me. Kijk eens. Kom eens. Kom maar mee, bijtje. Jij wordt mijn nieuwe huisdier. Oh, hij knikte zo van nee, ik wil niet mee. Nou, ik denk dat je het echt leuk en naar je zin gaat hebben. Ik beloof het. Het is echt een leuk plekje hier. Het is heel gezellig. Dus we doen jou heel even tijdelijk aan een fence. We moeten jou even hier ergens aan vast hebben. Zo, jij gaat even aan die vast. Tot zometeen. Oké, we hebben dus nog wat meer nodig. Wat oak planks. Zo, we hebben nu bijna 20 logs erbij en ik denk dat het ruim voldoende is. Dus laten we meteen naar het huisje weer gaan. En dit keer moet ik een beetje zuinig zijn. Ik ga namelijk pas de helft gebruiken van van de oak logs. Omdat ik daar planks van ga maken. En de andere oak logs, die moet ik even bewaren. Want misschien heb ik daar later nog iets van nodig. Dus laten we even het huisje ingaan, want ik wil even wat gates gaan maken. En dan hebben we 4 gates. Ik hoop dat dat voldoende is. Laten we even gaan kijken. Dus we gaan weer naar de farm toe. We hebben hier de gate. Eentje hier, eentje hier. Eentje hier, eentje hier. Nee, we komen 2 tekort. Dus die plaatsen we lekker hier zo. Ik wil dit trouwens ook nog ietsjes gaan verhogen. Dus hebben we een schep bij ons? Ja, die hebben we zeker. Kijk, en dan gaan we hier gewoon ergens wat van weghalen. Dan halen we hier even snel wat dirt weg. En dan plaatsen we daar bij onze farm. Dan plaatsen we dit ooit wel weer terug. Want anders ziet het er niet uit. Zo. Laten we dat maar even hier plaatsen. Dan hebben we net wat meer loopruimte. En dat vind ik altijd wel prettig. En we moeten uiteindelijk, denk ik, ook wat steen verzamelen. Zodat we een beetje een pad creëren, zeg maar, hier naartoe. Dat is altijd wel mooi. Oh, kijk, weer dat plantje. Kijk, dan kunnen we in één keer gewoon rechtdoor naar de farm lopen. En laten we nu een beetje de details gaan doen. Deze gaan we trouwens wel zo opmaken aan planks, want die kunnen we wel gebruiken. Hier gaan we namelijk de oak planks allemaal plaatsen zo. Hier kan het natuurlijk niet, want daar zit tot nu toe nog het dakje op. Maar we kunnen het hier wel een beetje alvast doen. Dus dan doen we het aan die zijkant daar. En dan hier alvast. En dan hier doen we het ook aan de zijkant. En dan gaan we er even uit. Meneer erbij, jij moet ietsjes naar beneden. En hier moeten we precies hetzelfde doen. Kijk, nu kunnen ze de tenminste niet uit. Hier zo. En dan hier. En dan hier. Dit is denk ik wel perfect. Ik denk trouwens dat deze wel weg kan. Zo. En dan plaatsen we hier eentje op. En dan hier zo. En ik twijfel een beetje wat voor dak ik wil. Want als ik hier namelijk een groot dak op ga zetten, dat ga ik dan uiteindelijk doen, maar dan van steen, zeg maar. Ik denk dat dat het mooiste is. En dat we het voor nu even zo laten hoe het nu is. Hier moeten nog 2. Even kijken. Heb ik ook nog kool in de kist? Heb ik dat überhaupt? Nee, ik heb wel flint. Heb ik torches? Nee, ik heb wel lanterns. Hoe kom ik daar aan? Misschien van Lotte. Nou, die lanterns kunnen we wel goed gebruiken op zich. Laten we gewoon eentje hier. Dan doen we er eentje daar. En dan eentje ernaast nog. Hier zo. Doen we die hier?
Ja, daar. En dan hebben we nog eentje extra. En weet je wat? Die doen we lekker hier. Dit is helemaal perfect. Het enige wat nu nog ontbreekt voor nu zijn gewoon letterlijk de dieren. En we hebben een lead. Mijn lead. Oh, die heb ik natuurlijk gebruikt voor de bij. Heb ik er nog één? Nee, ik heb er niet nog één. Maar Lotte daarentegendeel had er wel één voor de schapen gebruikt. Weet je wat? Ik pak die van jou er gewoon af. En we nemen jullie ook gewoon mee. Kom maar mee, schaapje. En jij ook. Want ja, Lotte is hier toch weg. Dus waarom zouden we de schapen niet mogen gebruiken? Ik bedoel, dat scheelt ons letterlijk twee schapen zoeken. Dus dan doen we dit gewoon open en dan doen we de schapen lekker hierin. Komt u maar. Jij bent nummer 1 en jij bent nummer 2. En jullie hebben nu een lekker plekje in mijn farm. En ik beloof het dat ik goed voor jullie ga zorgen. Ik beloof het. Echt waar. Kijk, weet je wat we doen? We hebben namelijk wat hooibalen. We maken daar wat wheat van. En als het goed is, geven we jou de eentje en jou de een. Even niet kijken. En dan kijken we weer terug. Oh, sorry voor de privacy. Hallo, waar is die kleine? Oh, kijk nou. We hebben een kleintje erbij. Oh, dit is echt perfect. We moeten even wat gaan eten. Het is niet zo netjes om vlees te eten voor hun neus. Laten we naar de village gaan om te kijken of ik daar nog andere dieren heb. En er staat een boze villager. Waarom kijk je mij zo boos aan? Heb ik iets gedaan? Je hebt het gezien, hè, dat ik Lottes huis in de brand heb gestoken. Volgens mij heeft hij het gezien. Laten we naar de village gaan, want ik heb nog koeien nodig. Ik zoek nog kippen, ik zoek nog varkens. En volgens mij zaten de... Kijk hier. Kijk hier, je loopt letterlijk gewoon een varken rond. En daar ook. Heb ik er gewoon twee. Komt u maar. En daar loopt een kip. Oh, dit gaat echt gewoon goed. We hebben al letterlijk al schapen en dan hebben we al varkens. Oké, komt u maar. Jullie allebei zijn welkom. Welkom in mijn farm. Naast mijn vrolijke huisje natuurlijk. Ik zou zeggen, geniet ervan. Kan ik jullie ook wheat geven? Nee, jullie moet ik wortels geven. Maar die heb ik. Die heb ik. Kijk eens aan. Ik heb genoeg wortels. Oh, dit is zo briljant. Kijk eens aan. Eentje voor jou. Eentje voor jou. En dit keer ga ik niet kijken. Ik beloof het. Zeg maar als jullie klaar zijn. Ja. Ja, kijk. En we hebben een kleintje bij. Oké, we hebben nog twee koeien nodig. Nog twee koeien. En dan is het een beetje perfect. Maar ik zie dat het al langzaam donker wordt. En ja, de kippen kunnen we ook doen. Maar ik denk dat ik die oversla. Weet je wat? Ik wacht nog heel even. Want het is bijna donker. Dus laten we nog heel eventjes wachten. En dat we het dan gaan doen uiteindelijk. Wat ik wel even kan doen hier. Ik zie hier namelijk allemaal water. Dus wat ik eigenlijk nodig heb is een hoe. En dat ik hier dan alles weg kan halen. Dan kan ik alvast een klein farmpje bouwen. Of dat doe ik hier de volgende keer. Ja, ik denk dat ik dat de volgende keer doe. Laten we als eerste even gaan slapen. Lekker naar bedje toe. En dan in de ochtend gaan we even de koeien halen bij de village. Want ik weet dat ze daar zijn. Dus slaap lekker. Zo, het is weer ochtend. We zijn weer wakker geworden. En een nieuwe dag. En letterlijk moet je nou kijken hoe de farm erbij staat. We hebben 3 schapen, 3 varkens. Er ontbreken alleen nog koeien. En die koeien weet ik dat die in de village staan. Dus die ga ik meteen even ophalen. En dan is de farm zo goed als momenteel af. We hebben trouwens ook nog een bij. Die zit hier. Verzin trouwens even een naam voor deze bij. En dan zal ik hem in de volgende video geef ik hem een naam. Degene met de meeste... degene die het creatiefst is, die ga ik doen. Dus laat het zeker weten. Een naam voor de bij achter in de comments. Oké, laten we doorgaan. En trouwens, vergeet ik zeker niet om dat duimpje omhoog te doen als jij meer Minecraft Survival wil zien. En vergeet dan natuurlijk ook niet om te abonneren. Maar even kijken, waar was het in deze village? Hier toch? Ja, hiervoor. Kijk eens aan. Kijk, daar staan ze al, de koeien. Wat is dat rook daar? Laten we daar zometeen even gaan kijken. We gaan even die koeien pakken. Het zijn er 3. Maar we hebben maar plek voor 2. Misschien kunnen we die derde zometeen ophalen. Ik denk dat die hier wel blijft. Laten we in ieder geval naar mijn huisje gaan, jullie 2. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Kom maar, nog een klein stukje. Nog een klein stukje. Komt u maar deze kant op in jullie nieuwe huisje. Zo, en die bij jou ook af. En dan die en die en dan zo. Even niet kijken. En ja, we hebben een derde erbij. Een babykoe. Kijk eens aan. We hebben dus 3 koeien, 3 varkens en 3 schapen. Ik ben helemaal tevreden over hoe snel dit is gegaan. Hoe snel we een klein farmpje hebben neergezet. Het is natuurlijk nog niet compleet. Er moet nog een dak op. Maar dat dak ga ik ietsjes hoger maken uiteindelijk van mijn huisje. En dan komt hij zo ook over de farm heen. Dus het wordt een heel geheel. Maar ik zag iets bij de village. Even kijken of ik het nog kan vinden. Ik zag namelijk superveel rook. Dus laten we daar even gaan kijken. Waar was dat nou weer? Ook alweer. Hier waren de koeien. Was het? Ja, die kant hiervoor. Eens even kijken wat daar is. Ik ben heel benieuwd. Maar de farm, eerlijk waar, de farm ziet er al goed uit. De rook is echt mega erg. Huh? Is daar een kampvuur of zo? Of stond daar mijn oude tentje? Nee, die stond verderop, dacht ik. Lotte? Ja? Wat doe je hier?
Nee, wacht. Voordat je dat gaat zeggen, ik wil even sorry zeggen, oké? Okay? Dat ik jou een huisje de vorige keer in de brand had gestoken. Maar dat is namelijk alleen maar omdat je mijn spullen had gestolen en omdat je het niet terug wou geven. Maar ik denk een beetje dat ik misschien iets te gemeen tegen je was. Dus daarbij sorry, Lotte. Maakt niet uit. Voor mij ook sorry. Is dit je tijdelijke plekje? Omdat je zei dat je wegging. Heb je hier een tentje opgezet? En je hebt twee kippies. Ja. Nou, Lotte, weet je, ik had het net al gezegd en natuurlijk heb je dat niet gehoord, want ik kom je hier pas tegen. Ik heb letterlijk, zoals je kan zien in mijn hand, ik heb heel wat hout gehakt, want ik stond echt op het punt om jou een dakje te gaan maken. En ik vergeef je en je mag letterlijk voor me wonen als je dat wil. Ah, dankjewel. Dat vind ik heel lief. Ja, dus ja wanneer je wil, dan kan je daar gewoon komen. Had je al in mijn huisje gekeken? Nee, ik ben niet meer verder in je huisje geweest. Wat dan? Oh, oké. Nee, gewoon. Moet ik in je huisje kijken dan? Er staat misschien een hele kleine verrassing voor jou. Een verrassing? Dat mag je helemaal zelf uitvinden. Oké, okay, en wat ga jij nu doen dan? Ik ga weer verder op pad, want ik heb een heel avontuur tegemoet. Oh, oké. Okay. Ga je niet daar wonen? Misschien dat ik later terugkom. Oké, okay, nou, is goed. Nou, doei Lotte. Doei Dennis. Heel raar. Ze gaat opeens weg? Ik snap het niet. Maar ze heeft een verrassing voor mij in haar huisje. Ik ben heel benieuwd wat ze daarmee bedoelt. En ik hou van verrassingen, maar ik kan altijd nooit wachten, dus ik ga ook gewoon meteen kijken. Want ik haat wachten. En ik weet niet wie dat nog meer heeft, maar... Oh! Oh my god. Oh my god. Oh, ik sprong bijna gewoon dood. Letterlijk. Dit was zo dom. Maar natuurlijk, ik ben geen gekke Henkie. Ondanks dat Lotte en ik ruzie hebben gehad, ik doe gewoon lekker mijn spullen wel in de kist. Voor de zekerheid. Je weet maar nooit. Ik bedoel, misschien komt dit een beetje raar over, maar je weet het maar nooit. Toch met iemand? Ik bedoel maar, laten we dit gewoon allemaal even wegdoen. Het is altijd zo voor de hand liggend van, ja, ik heb een verrassing, maar dan na een ruzie. Gelijk al een cadeautje geven, dat is wel heel raar. Maar laten we even gaan kijken. Oké, er staan hier allemaal signs. Kijk naast mijn bed. Oké, dan ga ik dat zo meteen doen. Het spijt me dat ik je spullen heb gestolen. Of had gestolen. Het spijt me dat ik je spullen had gestolen. Ik wou gewoon graag in je survival wonen. Oké. Ik heb een cadeautje voor je om het goed te maken. Maar we hebben het net toch al goed gemaakt. Ja, maar misschien heeft ze het eerder gedaan. Kijk naast mijn bed. Oké. Oh, dat was niet de bedoeling. Ik heb een cadeautje voor je. Ja, dat had je net ook al gezegd. Hak de vloer weg onder de pilaar. Welke pilaar? Oh, van Birchlocks om je cadeautje te zien in je huis. Maar ik heb helemaal geen Birchlocks in mijn huis. Huh? Kijk, ik heb alles gemaakt van... Oh my god, serieus? Ik wou net zeggen, ik heb alles gemaakt van ook. Maar ze heeft iets veranderd. Wat stond er nou? Hak. Deze moet ik weghalen. Huh? Wie? Huh? Wat heeft ze gebouwd? Heeft Lotte dit gedaan? Oké, laten we even gaan kijken. Waarom vertrouw ik dit niet? Mijn schilderij, kunnen we daarachter? Nee. Ze heeft wel echt een hele gele bunker gebouwd. En mijn bedje. En een schilderij en een kist. Nog een schilderij. Wow, wat veel gold. Zij heeft echt veel gespeeld om al deze gold te krijgen. Ze is in de Nether geweest. Want anders kan je nooit die lanterns maken. Wat staat hier? Het cadeautje zit in de kist. XXX Lotte. Oftewel kusjes Lotte. En nogmaals, het spijt me. Nou, dit vind ik wel heel lief. Misschien wou ze het toch echt goed maken met mij. Maar dit is letterlijk al genoeg. Ik hoef niet eens meer een cadeautje. Kijk hoe mooi dit is. Mijn eigen gele hokje. Kijk, hier pas ik gewoon thuis. Met mijn gele skin. Oh, dit vind ik echt lief. En ik ben ook blij dat ik mijn excuses heb aangeboden aan Lotte. Want ik wil ook gewoon helemaal geen ruzie. Moet je nou kijken hoe lief ze is tegen mij. Maar ik ben stiekem wel benieuwd wat er in de kist zit als cadeautje. Dus laten we meteen gaan kijken. Er zit niks in. Huh? Ah! Wat? Nee! Nee! Oh mijn god, ik heb net op haar bed geklikt. Nee, wat is er gebeurd? Nee! Mijn hele huis is weg! Al mijn spullen! Dit meen je niet. Dit meen je niet. Alles is weg. Alles is kapot. Ik ga kijken of Lotte daar nog is. Oh, dit meen je niet. Ik ga daar naartoe. Ik hoop dat Lotte daar is. Want ik ben echt heel boos. En ik weet gewoon al wat ik ga doen. Als ik haar tegenkom en ik hoop dat ze daar nog is, dan weet ik gewoon wat ik ga doen. En dat het verdiende loon. En ik hoop dat jullie het ook zo vinden. Zo, hier naar boven. Naar die stomme tent van haar. Lotte, je bent hier. Lotte, Lotte. Huh? Wat is er? Wat is er? Lotte, geef je zwaard eens. Oké. En waarom doe je alsof je van niks weet? Je weet heel goed wat er aan de hand is. Hoe bedoel je? Ja, die verrassing van jou, Lotte. Dennis, die verrassing van jou, dat is verdiende loon. En weet je wat je nog meer krijgt? Ik ga je bannen. Ik ben er helemaal klaar mee. Jawel, ik ga je bannen. Doei, Lotte. Jongens, ik heb gewoon geen huisje meer waar ik moet slapen. Dus ik ga gewoon Lotte's tentje afpakken. Dit is de enige mogelijkheid. Misschien moet ik ooit een keer een ander plekje gaan vinden. Ik weet het allemaal niet. Ik denk het wel. Maar, oh nee, een zombie. Ook dat nog. Kijk, ik had eerst een huisje waar ik veilig zat. Altijd die stomme zombies. Ja, dit is letterlijk het einde van deze video, jongens. Vond je dit alsnog een leuke video? Doe dat duimpje omhoog. En dan check ik jullie bij de volgende video weer later. Oh, ik moet hier gewoon gaan slapen in een tentje. Dat meen je toch niet?